Na jarenlang onderzoek, renovatiewerk en ingrijpende verbouwingen opent niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning het Lorentz Lab. In het lab kun je teruggaan naar de tijd waarin Hendrik Antoon Lorentz zijn indrukwekkende laboratorium had. We hebben hier natuurlijk al jaren naartoe gewerkt. We zijn al minstens 5 jaar met dit project bezig om dat Lorentz Lab te heropenen. Dat was een enorme klus. En ik denk dat het heel mooi is dat de koning is gekomen. Want dat onderstreept dus ja, hoe belangrijk het is, hoe bijzonder het is. En dat zo'n plek waar zo'n groot geleerde heeft gewerkt, dat we die weer kunnen delen met mensen, met de bezoekers van het museum. Nou, ik heb het geregisseerd samen met Liesje Knobel. Dus we hebben het samen gedaan. Alleen ik ben al veel langer bezig met de hele voorbereiding ervan. Dus ze hebben mij gevraagd om dat te gaan doen hier. En dan ga je van alles uitproberen. En dan ga je onderzoeken van hoe je het beste, meest ingewikkelde stof, het makkelijkste bij de mensen naar binnen krijgt. Nou, u heeft deze replica's niet ontworpen, maar wel in elkaar gezet. Kunt u mij daar wat meer over vertellen? Nou, weet je wel, ik ben een jaar of 20 geleden begonnen eigenlijk met het bouwen van replica's van wetenschappelijke instrumenten, wat je hier ziet. En waarom? Omdat ik dat zo leuk vond. Want als je ziet hoe die techniek, hoe mooi die techniek al was, 150 jaar geleden. Mijn fascinatie is, hoe hebben mensen dat ooit zo kunnen maken in die tijd, zonder allemaal gereedschappen wat we nu hebben. Nou, toen ben ik eens gaan proberen of ik dat kon nadoen. En ik heb toevallig een technische achtergrond, dus dat lukte na een poosje wel. En toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik dat nou net zo mooi maken als ze dat vroeger deden? Nou, het is hier geen theater, maar het is eigenlijk ook geen museum als je hier gaat toneel spelen. En dan kom je op een heel moeilijk terrein terecht. En dan moet je kijken van hoe je dat gaat aanpakken, hoe je dat helder krijgt allemaal. Want er moeten heel ingewikkelde dingen verteld worden.